Hey John, goedemorgen. Ja, ik las dat jij een kettingje had, of een kettingje ging printen, dat is leuk. Maar hoe dat dan precies werkt, die kettingjes worden dan, die hoef je niet in elkaar te zetten, die zijn al gelinkt, die elementjes. En een extreem voorbeeld van het linken van ringetjes, dat is dit matje hier. Dit komt echt uit als één geheel uit de print en dan denk je, hoe kan dat nou? Maar als je goed kijkt, ik weet niet of ik dat kan laten zien, zie je dus dat die dingen eigenlijk een beetje, ik zal maar zeggen, twee niveaus hebben. Dus het ene niveau is op de grond en het andere niveau is hoog. Kijk, ja, je kan het niet goed zien, ik krijg hem niet groter. Zie je, als je goed kijkt, dan zie je dus dat daar een soort niveauverschil in die ringetjes zit. Het zijn dus geen platte ringetjes. Dus het ene ringetje ligt op het platte gedeelte van het andere ringetje. En dit is gewoon een 16x16 matrix. Dus nou, reken maar uit, 16x16, hoeveel ringetjes dat zijn. Dat is echt gigantisch gewoon. Dit is echt waanzinnig dit. Dat is echt, hoe moet ik het zeggen? Dit zijn 256 ringetjes. En er is er geen enkele gebroken en zo. Het is wel zo dat je kunt dit eigenlijk alleen maar maken als je een beetje lijm smeert op de hotplate. Anders laat het los. Hè. Maar kijk, het is echt, als je hem over je knie heen legt of zo, dan past het zich gewoon aan de ronding van je knie. Zie je? Het is echt heel mooi. En ik laat het wel aan. Ik heb hier een yacht designer. Er komt hier ook een jongen van zeg maar 30 jaar of zo, 29 is die. Mehmet heet hij. En die heeft toevallig ook een Prusa. Zo'n ding, maar een oude. Op de zaak staan. Maar die af en toe, ik heb je wel eens verteld geloof ik. En die gaf hem zo'n ding. Dan niet een oranje, maar een zwarte. Maar dat maakt niet uit. En zei, hoe heb je dat in elkaar gezet? Ik zeg, nee, dat komt zo uit de printer. Dus je ziet, het is echt, ja, het is bijna ongelooflijk. Maar dit hangt dus samen met de precisie van de printer. Dit is als je een printer hebt die gewoon niet echt heel fijn kan printen, dan kan je dit wel vergeten. Dit, hè? Maar dit is dus echt werkelijk onwaarschijnlijk, dit ding. Maar goed, wilde ik even laten zien als extreem voorbeeld van interlinked printings. Oké, groetjes.